je komt door anderen kom je in aanraking met verschillende tatoeëerders. En het zijn vaak jonge tatoeëerders en daar ben ik ook geïnteresseerd naar. Mijn naam is Rosanne Mulder, ik ben 27 jaar oud en ik kom uit Rotterdam. De stijlen van alle jonge tatoeëerders vind ik gewoon heel tof. Het verschilt heel erg. Zodra je gewoon naar een tatoeëerderstap en je zegt van dit is mijn idee of doen we ermee wat je wil, dat vind ik heel tof. Ik ben Fabian de Ruiter, ik ben 23 jaar en ik kom uit Rotterdam. Het is niet ook een strakke stijl op Japans of rockabilly of ga zo maar verder. Het is wel echt een mengelmoes van de spullen die ik wil hebben op mijn lijf. Dit zijn Mexican Skulls. Die zet je om de doden te eren. Maar dan op de meest vrolijke manier die maar kan. Toen vorig jaar Bud overleed, heb ik samen met de jongen die hem heeft gezet, hebben we verzonnen van nou, dan zetten we er mooi twee kaarsjes in. Voor Bud. En ja, we maken hem gewoon zo kleurrijk mogelijk. Want hij maakt ook alles heel kleurrijk. Ik ben Perry Wenschop, 42 jaar. Ik kom uit Rotterdam. Ja, ik vind het oldschool mooi. Dus de oude drie masters, ankers, dat soort dingen. Ja, vind ik mooi. Maar je ziet soms ook nieuwe, weet je wel, meer grafische dingen, nieuwere ontwerpjes, nieuwe invalshoeken. Dat vind ik ook wel mooi. Ik hou alleen niet van het meer de plakplaatjes idee en uit een boek en dan, dat heb ik nog nooit gedaan.